straks om 6:30 wordt hier achter mij afgetrapt tussen de Dijk en Ajax. Een wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker. Ajax-trainer Marcel Keizer heeft zijn elftal op maar liefst 9 plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord. Zo zien we op de goal Kostas Lamprou, rechtsback Luis Orjuela, in het centrum van de verdediging Matthijs de Ligt en Nick Viergever, linksback is Deli Sinkgraven. Op het middenveld zien we Siem de Jong en Frenkie de Jong en Karel Eiting. En de voorhoede bestaat uit Justin Kluivert, Kasper Dolberg en Vaslav Tcherny. Voor het eerst bij de selectie is Dennis Johnson. De aanvaller kwam deze zomer over van Heerenveen en heeft nog geen minuten gemaakt in Ajax 1. Dus wellicht zien we vanavond zijn debuut. En aan de kant van de dijk zien we twee oude bekenden. Op goal Jeroen Verhoeven, die jarenlang hier bij Volendam speelde en ook onder contract heeft gestaan bij Ajax. En Jack Tuyp, die in 2008 Ajax uit de beker de knikkerde namens Volendam.